Hallo lieve mensen, focus jezelf op je eigen doelen en blijf je eigen goede energie bewaren en bewaken, want dat is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om jezelf goed af te schermen en om te weten dat waar jij staat, jij mag staan. Dat je jouw eiland als het ware veilig mag houden. Want er zijn mensen die proberen jou naar beneden te halen. En die mensen proberen jou naar beneden te halen omdat ze denken dat ze voor zichzelf een deel van jou zijn in hun belang moeten hebben. Het is niet nodig. Ben bij jezelf. Ben jij in jou? Zorg ervoor dat jouw doelen sterk en krachtig mogen worden bereikt. Want ze zullen tot op het laatst van je leven worden getest. Je zult onder vuur worden genomen. En men zal je proberen te grazen te nemen, omdat men het niet gunt, omdat men niet wil dat je groeit, omdat men denkt, ik weet het beter, of het is anders dan dat jij het zegt. Nee, je zegt niet eens wat. Je bent eigenlijk nergens mee bezig. Je houdt de focus op jezelf gericht. En doordat je op je focus zelf gericht houdt, is het voor de ander ongrijpbaar? Ben jij voor de ander niet pakbaar? En kan die ander met jou niks? Want je geeft het niet prijs. Je legt het niet open op tafel. Je zegt niet van, kijk eens hier, ik heb een cadeautje en ik geef het jou. Want mijn cadeautje is voor jou niet zichtbaar. Jij ziet het niet. Je wil het niet voelen. Je wil het niet voeden. Je wil het niet pakken. Je wil het niet omarmen. Dus het zijn andere trillingen dan. Je zit op een ander trillingsniveau. En dat komt omdat je er anders in staat. Je staat op een ander level. En dat level, daar sta jij. Daar staat die ander niet. Die ander die denkt, ja maar, ik haal jou wel even naar beneden, vriendje. Ik vertel jou wel even hoe het in elkaar zit. En je kan nog zo goed je best doen om die ander dan, zeg maar, te volgen. Of om die ander, zeg maar, daarin een bepaalde staat van zijn toe te willen bedienen. Maar het werkt niet. Het functioneert niet. Omdat jij het ziet. Maar de ander ziet het niet. En dat is zo triest. Dat maakt het dat dit soort van dingen, ja, eenlingig zijn. Hè? Eenlingige ontwikkeling. Maar wel voor jou. Wel voor jou van een enorm belang om te kunnen overleven. Om te mogen weten van, hé, ik sta er, ik ben er. Het is jouw eiland. Het zijn jouw energieën. En het is jouw magnifieke eigen ontwikkeling waardoor jij door mag. Laat dat alsjeblieft door niemand niet afnemen. Niemand niet. Er is maar één jij. Er is maar één jij die voor jou dit ziet en weet. En daarom ook toegankelijkheid verschaft in de stukken die dan noodzakelijk zijn om daaruit kracht te mogen putten. Om van daaruit weer opnieuw te mogen groeien. De beleving van jouw zijn in te mogen gaan. Omdat je het verdient. Je verdient de rechtgeschapenheid. Je verdient de eerlijkheid. En het verlangen om in die basiskracht nog meer te mogen groeien. Want vaak word je maar onderuit gehaald. Vaak is het van, daar heb je hem of haar weer. Met hetzelfde gezever. Laat los. Laat het zijn. Je hoeft je niet eens te bewijzen. Het is
als het ware allang een station voorbij. Het is allang voorbij jou. Je bent er allang niet meer mee bezig. Maar die ander die zit nog wel te malen. Die wil dat wel. Die wil in jouw energie. Die wil onderdeel zijn van dat soort energie waar jij mee sterkt, waar jij mee schermt. Dat is voor niemand. Dat is voor jou. It's only you. You're the party. Jij bent degene die het verdient. En zeker de 7 basischakra's. Zeker het naar binnen gaan. Zeker het leren afstemmen. Allemaal zaken die we mogen leren, omdat we in de innerlijke kracht geloven zoals die in oorsprong voor onszelf bedoeld is. We zijn, zeg maar, onze eigen leraar. We zijn ons eigen vermogen tot deze creatie. En we mogen van daaruit in deze creatie het geven en het nemen zelf ook afstemmen en daarin restabiliseren. Heerlijk. Gewoon geweldig. Gewoon mooi. Omdat je die mooiheid ook verdient. Je verdient het mooie aspect om de groei in de eigen chakra-ontwikkeling te mogen ondergaan. 3 basischakra's heel belangrijk. Het stuitbeenchakra, het zonnevechtchakra en het kruinchakra. Dus het stuitbeenchakra, het zonnevechtchakra en de kruinchakra. Aartsengel Michael, aartsengel Gabriel en aartsengel Zadkiel. En nog een andere combinatie, ook heel erg belangrijk. Het stuitbeenchakra, het hartchakra en de kruinchakra. Een hele mooie combinatie. Dus aartsengel Michael, aartsengel Gabriel en aartsengel Zadkiel. Waar in het midden van de cyclus 2 aartsengelen elkaar steeds verbinden en schakeren. Haar namelijk te noemen aartsengel Gabriel en aartsengel Gamuel. Of andersom genoemd, aartsengel Gamuel en aartsengel Gamuel. Wat is het mooi om te mogen weten dat de kracht van aartsengel Gabriel bij moeilijke situaties altijd voor nummer 1 aanwezig is, wanneer dat het noodzakelijk is dat zeg maar de witte duif van Vader God van bij het heen gaan, tot de persoon komt en je meeneemt. Hij komt bij de ziel. Hij zorgt ervoor dat het zielenverkeer optimaal wordt meegenomen. Nog eerder dan aartsengel Gabriel. Nog eerder dan aartsengel Michael, lieve mensen. Maar hoe mooi is het om te mogen weten dat die schakel van deze energieën van een enorm belang zijn om te mogen groeien. In het aspect van de eigen liefde. Om te mogen weten dat jij in jouw kracht dit bent en mag zijn. We hoeven het niet meer te bewijzen. We zijn het. We hoeven niet meer te stellen. Heb je dit of heb je dat? Nee. Laat het los. Laat het weg. Laat het uit je systeem. Je bent. En je mag er zijn. En niet in de hoop van, oh jee, dat ik maar bewijslast genoeg heb voor het feit dat ik het kan. Laat het zijn. Dan is het erg. Dat is de kunst. Maar we vergeten het. Want we zijn zo verwikkeld in onze oude patronen van zenden en ontvangen, van voelen dat we het moeten aannemen, dat het gestuurd is. En heb je het gevoel? Het is hoe het is, lieve mensen. Maar daarvoor zijn we in de leer. En de universele leer is niet altijd even gemakkelijk. Maar we komen er wel. 3 basischakra's. Het stuitbeenchakra, de zonnevlechtchakra en het kruinchakra. Dan nog een 2e combinatie.
het stuipbeenchakra, het hartchakra en de zonnevlechtchakra. En het stuipbeenchakra, het hartchakra en de kruinchakra. Ja? Het verschil zit hem tussen de zonnevlechtchakra en het andere chakra wat gelijk daarop volgt. En dat is aartsengel Gabriël, het hartchakra. Dus het zonnevlechtchakra en het hartchakra. Zo zie je maar, het is niet altijd even gemakkelijk om het te weten. Tot later van Mark. Dag.